Als je kijkt naar de status in 2019, dan bevat het document momenteel geen vertrouwelijke, nog geheime informatie. En hoe komt dat? Er zijn verschillende redenen voor te bedenken. Enerzijds is het gedeelde document door oud-wethouder Visser niet hetzelfde document als destijds in het college aan de orde is geweest. Dat is één reden. Dat document dat door de wethouder is gelekt bevat op onderdelen andere informatie dan het document dat daadwerkelijk in het college van 23 juni 2009 aan de orde is geweest. En anderzijds is ook het motief voor vertrouwelijkheid dan wel geheimhouding is 10 jaar na dato niet meer aanwezig. Namelijk het motief was destijds de onderhandelingen met LSI. Die onderhandelingen hebben inmiddels in 2009 zijn beloop gekregen. Daarnaast is in 2015 een vaststellingsovereenkomst gesloten. En bovendien bevat het document dat gedeeld is deels ook informatie die ook al in het rekenkamerrapport staat. Het rekenkamerrapport is eerder verschenen dan dat de wethouder de informatie heeft gedeeld. En tot slot nog één toevoeging. Ook de taxatiewaarde en de economische realiteit van de informatie in 2009 is compleet anders dan de huidige economische situatie in 2019. Dus ook in dat geval is de situatie achterhaald en gedateerd en heeft de geheimhouding, zoals we dat zelf zeggen, dan wel de vertrouwelijkheid zichzelf overleefd. En die geheimhouding is nooit expliciet opgelegd? Die geheimhouding destijds in 2009 op de PowerPoint-presentatie is nooit expliciet door het college opgelegd. En dat vereist de wet en regelgeving wel.